Er zat een duif midden op de weg. En dat is op zich wel gek, want die wilde niet aan de kant. Toen zijn we gestopt om te kijken wat er met hem aan de hand was. En toen bleek dat hij een afgeknipte vleugel had. Nou, dat hoort niet. Toen brandweerman Gerrit afgelopen maandag na een oefening wegreed met collega's, trof hij onderweg een zwaar verminkte duif aan. Ja, na die ene duif stapten we in de auto, toen reden we verder. En toen zei de chauffeur, hey, er zitten er nog drie op de weg. En onder dezelfde omstandigheden zijn we weer uitgestapt. Die hebben we ook kunnen pakken. Toen hadden we er dus al vier in de kist. En verderop bleken nog meer duiven te zitten. Dus daar zijn we ook naartoe gegaan. Uiteindelijk hebben we 8 duiven van de weg afgehaald. Allemaal met hetzelfde, afgeknipte vleugels. En het was net gebeurd, want ze bloeden allemaal nog. En ik had zelf ook overal bloed op mijn kleren bij het vangen. Dus het was net gebeurd. En die zijn waarschijnlijk uit de auto gegooid. Ja, en die zaten daar te wachten op slechte tijden. Brandweerman Gerrit heeft alle 8 verminkte duiven meegenomen en naar het vogelhospitaal in Krommenie gebracht. Waar ze terechtkwamen bij vogelverzorger Nina. Die zie je echt hoe die geknipt is. Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd om dit een dier aan te doen en ze zo zonder overlevingskansen eigenlijk gewoon los te laten na zijn snelweg nog wel. Want dat de duiven met opzet verminkt zijn, is duidelijk. En dat hij echt in de bloedpen is geknipt. En dit is hoe een normale vleugel eruit wordt te zien. Kijk, elke vogel verliest natuurlijk wel zijn kerenveer. Maar dit was echt opzettelijke verminking. Dus dat was echt wel heftig toen we ze binnenkregen en beseften dat iemand dit met opzet heeft gedaan. Of alle duiven de verminkingen zullen overleven, is niet zeker. Als het niet lukt en als de schachten en de vleugels te erg beschadigd zijn, dan zullen ze helaas in moeten laten slapen.